is the satay crew. Getting ready, all the satay. With the smoke, secondhand smoke all over the place. Stay away from that. Thank you.
voor mij als consul voor de oorlogsgevangenen in de Verenigde Staten erg fijn om u allen welkom te heten op deze Masuksaja van Pelita hier in Huntington Beach. Vanavond is er van u een gevarieerd Indisch programma samengesteld met artiesten uit binnen- en buitenland. Ik wil het bijzonder welkom heten onze bezoekers uit Nederland, tevens vertegenwoordigers en sponsor van deze avond, van de Stichting Pelita, de heer Hans van der Hoeven en de heer Huub Niederen. Straks zal ik de microfoon overhandigen aan Hans van der Hoeven, die u in het kort een uitleg zal geven wat de Stichting Pelita precies doet. Het doet mij groot genoegen zoveel Indische mensen weer bij elkaar te zien. Als ik mij niet vergis, zijn we vanavond met ongeveer 400 personen in deze zaal. Ik zelf voel me erg sanam om vanavond in uw midden te zijn. Speciaal omdat ik zelf een Indische achtergrond heb. Evenals mijn echtgenote Leona, die in Bandung is geboren. Ik ben van de zogenoemde tweede generatie. Hoewel ik in Nederland ben geboren, tijdens het verlof van mijn ouders, ben ik direct na mijn geboorte teruggegaan naar Marokko in Nederlands-Nieuw-Guinea. In 1961 zijn wij als een van de laatste toen in Nederland aangekomen. Veel ooms en tantes van mij zijn net als velen van u, toen zij niet in Nederland konden aarden, naar Amerika of Canada. Voor degenen die nog meer informatie willen hebben over de Stichting Pelita, hebben we daar een soort informatie in de tafel klaargelegd. Dus gaat uw gang straks om wat brochures te nemen. In mijn huidige functie als hoofd van de RUF-afdeling ben ik samen met vier van mijn medewerkers met name verantwoordelijk voor het behandelen van aanvragen van één of meerdere wetten voor de oorlogsgetroffenen voor de hele Verenigde Staten. Graag wil ik u ook nog even voorstellen aan mijn vier medewerkers van de RUF-afdeling. Dat zijn Hans Echthuizen, Christine Hanen, Leonie Oosterman en Monique Suzanne. Mijn medewerkers en natuurlijk ikzelf zullen gedurende de avond in de zaal rondlopen. Als u nog vragen heeft aan ons, stelt u die gerust. De medewerkers hebben ook veel visitekaartjes bij zich, zodat indien u dat wenst, op een rustig moment met het consulaat contact kan opnemen. Ook wij hebben van het consulaat diverse informatiebrochures daar klaar liggen. De afgelopen maanden heb ik regelmatig contact gehad met twee personen die erin zijn geslaagd deze Masuksaja te organiseren. Mag ik van u allen een geweldig applaus voor Ilse Suiza en Regina Poepaert. En Niels hebben geholpen. Dit zijn Freddy Cornelis, Freke Faris, Wanda Hendricks, Eddie Portugies, Irene Merkes, Lenny Schalks, Jim Florentius, Harry Poepert, Ben Schalk en Jon Suiza. Ik dank u allen voor uw aandacht en ik wens u een hele genoeglijke avond toe. Dank u wel. Vandaag zo'n volle zaal aan te treffen,
Hoewel toen wij vorig jaar ons jubileum, ons 60 jaar jubileum vierden in de jaarbushal in Utrecht, kwamen daar 7.500 mensen. In Toronto, waar de eerste bijeenkomst is geweest in de reeks van 5 bijeenkomsten die we gaan beleggen, was de opkomst 600 man. Dus het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe vitaal de Indische gemeenschap is. Dat dacht ik ook. Ik zal u kort vertellen waar de stichting Pelita voor staat. U heeft er al iets over gelezen in uw folder. Stichting Pelita werd in 1947 opgericht, gelijk na het einde van de oorlog met Japan. En eigenlijk nog midden in de Kassia-tijd. Stichting Pelita werd opgericht door mensen, repatrianten zoals ze werden genoemd, uit Indië. Zij waren de voorbode van de 360.000 mensen die uiteindelijk in verschillende, ik noem het liever migratiegolven dan repatriëringsgolven, naar Nederland kwamen. Een aantal, een groot aantal, zoals deze bijeenkomst ook bewijst, mensen is verder getrokken of rechtstreeks naar elders verhuisd of gemigreerd. Wij noemen het zelf de Indische diaspora. Sinds 1947, dus dat is de afgelopen 60 jaar, werkt Stichting Pelita voor de Indische Nederlanders en Molukkers. In het begin bestond het werk uit vrijwilligerswerk. En over de jaren heen heeft de stichting zich geprofessionaliseerd. En kwam daar onder andere de uitvoering van de wetten voor oorlogsgevolgen bij kijken. Maar wij verzorgen ook maatschappelijk werk voor Indische Nederlanders en Molukkers. Pelita Nederland beheert nog altijd zo'n 80.000 dossiers. Zij doet dat met 100 man personeel. Duizenden Indische Nederlanders doen op jaarlijks een beroep op ons. U hier in de Verenigde Staten heeft die mogelijkheid niet. Wij hebben daarom altijd gezocht naar mogelijkheden om iets voor de mensen in het buitenland en met name dan de mensen in de Verenigde Staten te kunnen doen. Als blijk van waardering en erkenning voor wat met name de eerste generatie, en dan bedoel ik de buitenkampers, de binnenkampers, maar ook de mensen die in de Bersiokampen hebben gezeten, eigenlijk vanwege hun verbondenheid met Nederland hebben moeten doorstaan. In Nederland is Stichting Pelita de grootste Indische en Molukse welzijnsorganisatie. Zoals gezegd, ons werk heeft zich over de afgelopen jaren ontwikkeld. We hebben inmiddels een aantal nieuwe diensten in ons pakket op kunnen nemen. Zo hebben we een serviceabonnement ontwikkeld met zorg- en welzijnsdiensten voor Indische senioren. Maar daar heeft u hier natuurlijk niet veel aan. Wellicht heeft u wel iets aan ons vriendenprogramma wat we hebben opgestart. U zou, als u daarvan gebruik zou willen maken, dan in ieder geval ons blad Pelita Nieuws thuis krijgen, zodat u op de hoogte blijft van de wederwaardigheden die ons overkomen. U zou dan ook van ons reisaanbod gebruik kunnen maken met korting. Wij ontwikkelen het Back to the Roots reizen. De eerste daarvan start in oktober. Als u daar meer over zou willen weten, dan moet u even naar de stand komen en dan kunnen we u daar verder over inlichten. U kunt daar natuurlijk ook met al uw andere, ook individuele vragen terecht. We proberen u, iedereen en ik, zoveel mogelijk te woord te staan. En waar we geen antwoorden hebben, zullen we kijken of we die alsnog op een later moment kunnen geven. Wat u in ieder geval zou kunnen doen, is als u een aansluiting heeft op het internet, uw e-mailadres opgeven. Dan ontvangt u iedere maand onze elektronische nieuwsbrief en dan blijft u in ieder geval op de hoogte van wat er in Nederland, in Indisch Nederland, zich afspeelt. Ik heb het al gezegd, we hebben een aantal nieuwe diensten ontwikkeld. Ik zou u in het bijzonder willen wijzen op een project dat wij hebben zojuist volleindigd eigenlijk. Op het 60-jarig jubileum in de jaarbeurs in Utrecht hebben we dat overhandigd aan de staatssecretaris en aan de minister. Ik doe op ons internet- en dvd-project. Ik had het net over reizen.
Dit is een virtuele reis die we u kunnen aanbieden. Het project heet Virtueel Indië. U kunt daar reizen door het oude Indië aan de hand van vier families. Een rijke Indo-familie, een arme Indo-familie, een inheemse familie en een tot op belanda familie. Op het scherm zullen in de loop van de avond wat beelden van dat project verschijnen. De bedoeling die we hebben gehad met het project is natuurlijk het oude Indië te vereeuwigen zoals het was in al zijn verscheidenheid en al zijn lagen, vandaar die verschillende families, zodat we die hele complexe samenleving weer konden geven. Onze bedoeling is geweest om een monument te maken voor de eerste generatie, een zoekmachine voor de tweede en latere generatie, zodat zij kunnen kijken waar zij zelf vandaan zouden zijn gekomen. Het project is gekoppeld aan een ander internetproject dat Stichting Pelita heeft ontwikkeld onder de naam Voorouderen van Nederland of alle andere belangstellenden in het oude Indië. Ook daarover kunt u naast het feit dat u de DVD zou kunnen aanschaffen in de stem bij onze informatie indienen. Ik zou zeggen, schroom niet om ons aan te spreken, we zijn ervoor. Tot slot zou ik graag de Stichting Koopjes en het ministerie van CBS willen bedanken voor de subsidie die zij uiteindelijk, want we vragen er al jaren om iets te kunnen organiseren voor u hier van het buitenland, maar die ze dan uiteindelijk naar aanleiding van ons 60-jarig bestaan bereid waren om te geven. Desalniettemin wil ik ze dus bedanken, al heeft het lang geduurd en zullen velen onder u misschien denken wel wat laat. Maar ja, dan ben ik Hollander die zegt, ja, beter laat dan nooit. Ik zou natuurlijk, Maurits heeft het ook al gedaan, alle vrijwilligers die deze dag hebben mogelijk gemaakt willen bedanken. Ook de medewerkers van het Nederlands Consulaat in Los Angeles die al hun medewerking hebben genoemd. Alle artiesten die voor u op zijn treden. Eén wil ik er noemen. Dat is Wouter Willer, hij is helemaal uit Nederland gekomen met zijn zoon om u hier van zijn talenten te laten genieten. Dat zal straks gebeuren. Overigens zal hij zijn cd's ook bij ons in de stand aanbieden en signeren wanneer u dat wilt. Tot slot, om een concretisering van het blijk van waardering te geven, zou ik aan een aantal mensen ons Pelita-lampje willen overhandigen. Helaas zult u, als u ook zo'n lampje wilt hebben, het moeten aanschaffen. Maar we kunnen het niet aan iedereen geven. Daarom aan drie mensen. Ik zou graag Regina Boekwijk willen uitnodigen om even hier te komen. Samen met Ilse Suiza. Ik vind het al terug in ons logo, hoor. En dan last but not least zou ik ook de consul willen uitnodigen om even te komen die zijn medewerking heeft verleend. Ik heb even bedankt om een klein exemplaar te geven omdat hij zich voornamelijk met het denkwerk heeft bezig gehouden. Maar laten we over ons hart schrijven en hem ook dezelfde exemplaar aanbieden. En hartstikke bedankt. Tot slot, u allen prima Casabana. Ik zou zeggen, een hele fantastische avond. En om te beginnen, slaap het makkelijk. Laat dan twee of drie mensen van de tafel. Het eten halen. Okay, we have to work fast. I'm sorry. Get up, it is like that. And so you want to do three tickets for the main game. Yeah, because you leave. Yeah, it's okay. Okay. They're all hungry. Look
at the faces. Carol, there you are. Smile, you're on candid camera.
will do is the icebreaker, Will Smith. We'll go have a joke with Pino from our first CD. Sun now. Have I
you. We have a guest player on our second week. Eddie DeBruyne, and we're going to ask him to do Laurie McScarty. Problema, né?
Ik neem wel een licht van jou.
Ja, vroeger was ik verliefd op hem, die jongen. Maar ja, je ging nog niet over seks praten, over niks. Dat bestond toen nog niet. Alleen maar likken met het ijsje. Die ijs was wel lekker, zo ja. Crunch ijs heet dat hier. Ik druk op de knop, crunch ijs komt eruit. Dus die ijspasta en likken, hoor. Lekker. Nou, Suda, ben je op de fiets? Je bent niet op pas. Ja. Maar Suda, dus ik rijd naar huis, ja. Warm. Hoeveel aanpak, hoeveel troost, alles is er. Hoeveel aanpak in bloei. Bankelij ook in bloei. Dat zijn van die oranje bloemen. Ik zie ze nog voor me. Is er gerbera? Is er rood? Is er wit? Is er alles? Bougainville, wat geweldig. Alles nog in mijn hoofd. Ik kom thuis, maar hoe staat al klaar? Besok aku pergi dengan Nanda dok bu. Kenapa ya bu? Ya sudah ternon. Jangan lihat ke belakang non. Kayak mani ah ternon. Alles kommt wel goed. Sudah. Selamat jalannya non. Meisje van 14. Ja, mijn baru verlaten. Ik denk nou ja, in Holland is er ook misschien baru. Lo gaat het geloven. Alles zelf doen. Alles moet je zelf doen. Afijn op de boot, net zoals Walter al zei, zijn liedjes heeft hij ook een beetje mij al voorgeboden. Ik bedoel voorgezongen, wat ik ook ga vertellen. Want wij zijn op en top in Doorwoud en ik, dus wij vertellen over onze jeugd. Ik over mijn jeugd nou. Ik hoop ik niet veel juli. Augustus mag ook. Ja? Oké, de boot toen. Doe, we zijn aangekomen in Holland, maar toen dingen eind december. Doe, je weet, we worden opgevangen. Niet met een net hoor, nee. Zelf toen, opgevangen door Rode Kruis, Dakar, Gele Kruis, Witte Kruis, alles is er. Enfin, wij kleren uitzoeken, weet je nog? Die dikke geitenwolle sokken. Doe, en dan mijn, ik weet niet, mensen met zo drie kwart broek. Mannen nog wel. En onze mannen zijn ook ijdel, toch? Indische mannen. Voor deze kan niet eruit, ja. Zomaar makkelijk, dan kan ik u allemaal zien. Zo saai, ik kan u niet zien. Ja, ik kijk wel uit. Want ik heb geslacht, plezier, toch? Plezier. Enfin, met die korte bloemen zo, ja. En dan heb ik uitgekozen, dikke geitenwollen sokken. Doe, ga je mooi net werkelijk. Daar draag je trana monnet, het moet bagus met zak toch? Arboeker van alles erin, kool, gedondom, alles. Deze kan je monnet zo dag. Enfin, opgevangen naar de pensioen. Naar de pensioen, ik denk, wat is dit ja? En toen, en die ramen zo, arboeker, ja, is pasta met ijsbloemen. Ik zeg, ik heb het goed, wat moet Enfin, met die sokken van het Rode Kruis, met die dikke jas, Ardoe slapen we. Mijn broer boven, ik beneden, en mijn broer beneden. Ardoe, dat wij dat allemaal hebben gedaan, Jelle. Ardoe, en dan was het moes morgens. Ardoe, ik sta op, ja, zodat ik kan niet uitdoen mijn sokken. Ik sta voor die wasmak en toen ik ben gewend te baden, Jelle. Anders kan het toch. Dus ik denk, wat ik doe aan deze zoeken. Met alles wat je kon, met kaples hier, kaples daar, overal. Zodat je wil schoon zijn, ja. Doe, zodat we niet hebben al meegemaakt. En dan de mensen, die tottokkers, die kinderen wat favoriteit. Ons uitschakelen voor ik naar Chinees. En waar heb je, ik zeg, wat zeg je toch allemaal? Ik ben geen binnenlandje, maar je praat zo raar met een accent. Ja, ik kom uit Indië. Waar ligt Indië? Wat is Indië? Dat ze dat niet wisten. Ik kijk haar alweer maar. Wat is Indië? De Nederlands Indië. Ben daar geboren. Ik heb het in Jappenkamp gezeten. Jappenkamp? Ja, Jappenkamp van de Jappen. Wisten ze ook niet hier? Hoe ja? Ik van achteraf bekeken toch een beetje achterlijk, ja, vroeger. Wij waren veel voorlijker. Ja,
Wij wisten de liedjes, wij wisten... Ik zeg tegen haar, bij hoe ben je... Ik ben niet met de plane gekomen, met het schip. De plane, wat is een plane? Toen ik zei later tegen mijn vader, woon je allemaal van die domme mensen, ja pa. Zijn die totokkers allemaal zo dom? Ja, en dan, ik weet toch niet, ik ben een kind van 14 en dan ook over de bananen. Dan zeggen ze, ja, de bananen, als ik hier naartoe kijk ook, is er ook salé. Hier hebben ze alleen pisang salé. Seal. Wij hadden pisang ambon, pisang tanduk, pisang susu. Ja toch? Pisang kapok. Sudah ben je maar kapok, je kapok. Want we waren boos, zeggen ze, ah jij, kapok jij. Ik ga alleen maar die pisang kapok eten. En dan die toch zeggen ze, ja, zeiden ze daar, waarom zijn de bananen krom? Ik snap niet, toch. Ik zeg, wat zeggen ze toch hier, banaan? Ik denk nu, dat ze hebben niet genoeg Viagra gehad. Misschien, toch? Nu denk je dat. Nu gaat alles door jou heen spoken. Vroeger niet, vroeger door, maar stil wij. En wij praten al eenmaal zo, wat wil je? En als ik zei van, je zegt niet tegen mij, zeg heb je voor mij een veiligheidsspel? Niet heb je voor mij een vriendin? Ja toch? En mijn koetang. Mijn koetang is ook een beetje, ik heb zo even ook een beetje zo. Want als je naarmate ouder wordt, zeggen we niet ja, dan word je zus of dan word je zoon. Dan zeg je, ach, papaya gardon. Of papaya... Maar fijn, wij hebben altijd van die leuke uitdrukkingen. Ja, en hier ook dan denk ik, ik zal maar even niks doen vandaag, ja. Ik ga lekker luieren in mijn onderbroek, in mijn t-shirt, lekker zitten. Kijk, de bel gaat lukken. Ding dong! Doe wie daar deze? Oh, Citrini. En ik chokka-chokka-chok naar de voordeur. Open. Wat doe je? Ja, nou joh, je ziet toch, ik ben bij jou. Wat doe je? Super mollen met je werken. En jouw huis bouwen, wat heb je gekocht? Jouw huis bouwen, wat heb je gekocht? Ja, zelfs hier in Californië ben ik getrassimileerd. Alles nog met trassie. Je kan het hier krijgen. Ja, maar dan kan je toch dat raam openmaken. Hoe bouwen toch, als die mensen verlegen toch voor die Amerikanen. Ach, die Amerikanen weten van alles. Ze eten apel, bel, ze eten alles. Van de subway, van de freeway. Je ziet hier van allerlei gekke dingen, dus dat kunnen ze ook wel. En onze sambal lusten ze ook, want ik ging laatst naar een restaurant, is er sambal? Wat is er sambal? Lo! Nou, wat denk je? Zal ik sambal verkopen? Ja, probeer maar. Misschien is er hier van die Indo's die willen kopen. Ach, niet, ach, die Indo's maken zelf. En als het niet goed komt, ze willen het niet van mij. Lo, je hebt nog niet eens gevraagd. Probeer dan. Jo, we gaan even rijden dan naar Situ. Bij ons moet je alleen maar zeggen Itu en Imi. Ja, want zijn Itu... Lo, zijn Itu is wat anders. Je zegt alleen als je gaat zo, ja, zo, op de tafel. En je hebt... En toen geef mij even die Itu door daar, als die man om. Oh, hier, nou, dan weet je al precies wat je hebben wil. Precies, ja, zo zijn wij Indo's nog. Wij Indo's zijn een apart ras. En dat ras, dat is werkelijk niet te evenaren, want ik heb geen één Mexicaan gezien als een Indo. Ze lijken wel aan toe. En echt hoor, de, ja, en dan de Amerikanen die zeggen, you born in Indonesia? Ja, I was born in Indonesia. And you have blue eyes. Ja, you know. There was a lot of blue eyes there in... En dan kan ik niet... You know Nederlands-Indië? I don't know what you mean. It's, you know, there were Dutch people with blue eyes. And then they made kids with Japanese women. And then we are born. Yeah, we're not born in the sky, but sometimes under the bed. And you name it Anacolo. Yes, and that's my father was, oh, he was tall.
He had blue eyes. And then he came on Bali and he saw, you know, the dancers there, and he looked at that dancer and they went, deze wil ik hebben, deze. He married my mother. And fortunately, he married me and my mother. But you know, he had magic balls. Because he had another woman and he had made that woman, she is like this. Oh, is that a story of, no, it's a big story of those kids. And that's why you have in-laws with blue eyes, brown eyes, green eyes, and you have one green, one brown eye. God, die Amerikaanse, die kijken mij aan, die denken, die mensen, yeah, you are a special people. Oh yeah, we are so special, you know. And you like it here in California? Oh, beautiful, yeah. We like that here. But, you know, we like dancing, and, you know, and today we have a day of the Council of Holland. And he proposed us a dancing and eating and everything we want. Not everything we want, because, you know, when we get in Holland, we have to do everything by our own. Dus we moesten alles zelf doen. Ja, ik weet ook niet hoe ik vanuit moet leggen dat wij moesten alles, wij moesten weer opnieuw beginnen. En het praten van ons, dat was niet zo, want ze dachten dat wij altijd zo praten. En toen zei mijn collega op kantoor, joh, je praat altijd met omwegen. Met omwegen, wat bedoel je met omwegen? Nou, je zegt dan van, jouw moeder, die woonde in de straat, daar rechts waar je vader gewoond had. Die was weer getrouwd met een nicht van een aangenomen kind van die en die. En dan zeggen jullie pas waar die persoon woont. Ja, maar ik zeg, ja, maar wij zijn bijzonder, man. Dat is zo dat je bent een kind, je vader hertrouwt, die moeder en die vrouw neemt een kind mee van een andere man, waar zij dus geen naam van had. En dat is het zo, praten wij nou eenmaal. Maar als we werken, werken we goed, maar niet zoals jij, want jij werkt met omwegen, ik niet. Kijk ze maar, zegt ze, nou, jij bent niet op je mondje gevallen. Ik zeg, ik? Nee, nooit. Je zie je dan wat aan de lippen? Heb ik een naaslip? Nou, je mag niet zo stotteren, maar je zegt toch op je mond gevallen. Ja, wist ik al die uitdrukking. En als je zingend de kerk uitgaat en zo. Dat wist ik toch niet al die uitdrukkingen van hun. Ja, ze denken maar dat wij stom zijn. Nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen die je dan nu in je hoofd spelen. En je bent hier in Californië en dan denk je, ja, heerlijk, hè. Eigenlijk zit je hier in Indonesië lekker warm en zo. En dan zie je daar al die namen van Sally, dat ben je weer. En dan zegt dan Trini, hé, je moet hier naar rechts. Hier is Beach Boulevard. Niet dat ik wil door. Nee, je moet terug. Daar is Lana Closet. Leen Toos, Lana Closet. Ja, en dan is dat, nou ja, goed. Je moet hier naar rechts, dan moet je naar links. Je moet door tot de 405, de 405 zal. En dan ga je door naar de wang. Lach. Dat is ook met omwegen. Maar wij maken geen omwegen, want wij gaan recht door zee. Nee, helemaal niet. Een Indo is nooit recht door zee, hoor. Als je Indo bent, dan heb je altijd law. En je hebt altijd overal andere woorden voor. Niet zeggen van naar de pedicure. En ga je mee naar die voedselzoeker? En je maakt geintjes van een briljantje. Een Jantje was een soldaat, al vroeger van de marine. En als hij mooi was, zeg je, adoe, wat een mooi briljantje, hè? Voel je, hè? En wat is een lijk met die op vakantie gaat? Uitzonderlijk. Voel je, hè? En een man achter een kinderwagen? Een kardinale fout. Ja, toch? Ja, wij zoeken over. En namen kennen wij ook al. Oom Benny heette Oom Boetje. Ja, en Oom Boetje was getrouwd met tante Ika. En ze heette Henriette.
Zo hebben we altijd bijnamen en krijgen wij bijnamen. Want mijn moeder zei altijd, nou die Jankre komt vanavond eten. Die Jankre. Ja, ze heeft altijd haar hazel naar boven en haar gezicht heeft Jankre. En haar man die lijkt op een typus. Oh ja, oh. En zij is een toekang-aaier van geboorte, datum van januari. Toekang-aaier, ja, Aquarius. Toekang-aaier toch? En haar man is, hoe heet het ook alweer, ja? Jorok Jengking. Kolok Jengking. No, je schorpioen. Oh, hij is schorpioen van sterrenbeeld. Kolok Jengking. Ja. Oh, naar toekang aaier. Ja, zo hebben wij altijd onze benamingen van, nou ja, dat zijn wij Indo's. En hier in Amerika hebben wij het eigenlijk gevonden. Voor sommigen het beloofde land. Want, wat vind je hier terug? Je gaat weer terug naar de tijd. Want je vindt hier de Bougainville. Je vindt hier de Cambodja. De Malati, die ik nu in mijn haar heb. Die vind je hier ook. Dat heet hier Arabian Jasmine. Arabian Jasmine. Weet je nog, Arabian Nights met Maria Montes. In Garden Hall. En Samson en Delilah. Weet u het nog? Ja. En de baboe, die stond op te wachten als hij van school kwam. Met Jagu. Met, wat zijn die koekjes ook alweer? Tjewahalmei. Enfin, allerlei koekjes. En die zei, ayonon. Kom baden, ayonon mandi. Dan liep je in je mansot. Heerlijk schoon. Met een zak. Klaar. Voor centen, voor allerlei dingen. Ja. En denk daar maar aan. Ook als je hier zit. Denk aan deze dag. Want dit was de ontmoetingsdag. Wat ons allemaal weer nagaat. De Pelita. Het opvangen. Het Rode Kruis. De boot. Je vader, je moeder, het pensioen. Weet je nog, in Scheveningen, ach, allang opgeruimd, hotel nu geworden. En die meneer, ik weet niet, al dood. Meneer van het pensioen bestaat niet meer, je hebt je eigen huisje nu. Het Rode Kruis, kan je bellen als je wil, om te weten of je in kamp hebt gezeten. Een ontmoetingspunt, ja. Een ontmoetingspunt voor ons allemaal. En wie niet inziet dat hij zelf even sterfelijk is als ieder ander, heeft nog een lange weg te gaan. Eer hij het ontmoetingspunt bereikt, daar waar men elkaar ontmoet, zijn geen volmaakte wijzen en zijn geen totaal onwetenden. Er zijn alleen mensen die samen proberen om meer te leren dan wij al weten. Dat is de Indo. De Indo waar ik trots op ben. Dank u wel. Ik had nog heel veel meer willen vertellen. Nog meer grapjes maken over Papaya Gantung. Over Jankarep. Over Ijupepto. Wat we vroeger altijd als geldwoord gebruikten. Nou ja, dat mag toch. Dat deden wij. Ik. Geboren. U, allemaal of niet, geboren uit een Hollandse moeder en een Javaanse, nee, een Javaanse moeder en een Hollandse vader. Een land waar ik ga wonen, waar de Warini mij geen schaduw geeft. Een land waar ik misschien word begraven. Een land. Indo waar? Ik weet het niet. Maar niet ons geboorteland. Dank u wel. Die elderly sisters en vele tweestemmige groepen. Dames en heren, hier voor u vandaag de Lindy sisters, way in the corner. All right, girls. Go for it! Tonight will bring you joy. Till I come home to you.
so stylish. But I have to, okay? So, thank you, Lillian. Thank you so much. And we have here the lady sisters. Susan, you are in charge. Thank you for such a wonderful performance. Thank you much, and we hope to see you again. Thank you so much, and I appreciate you very much. So does the council, Pelita from Holland. We all appreciate you very much. And I hope I always can count on you. Thank you so much.